Nou, David, dat blijkt uiteindelijk dat jij dus niet gekozen bent door de kijkers in de aflevering 3. Weet je nu Ja, wat je gaat doen met de rest van je gezien. carrière? Ja. Nou, ik denk lekker aftrekken een Oh, nou, beetje. daar kan ik je wel mee helpen. Serieus! Het duurde even, maar ik heb uiteindelijk met Ronaldinho gesproken en ze hebben het bijgelegd hoor. Het zijn ook hele gewaagde uitspraken. Rooney net zo goed als Ronaldinho? Beckham, jongen. David, zit je eindelijk in het team na 2 afleveringen en dan ga je weer... Goed. Uiteindelijk hebben we het gehaald. Mensen, dankjewel voor jullie eerlijke stem. Ik geloof niet dat ik jullie beïnvloed heb in het uitoefenen van jullie stem. Zeker niet. Ik denk niet dat ik daar een aandeel had. Maar hij heeft zijn zin gekregen. Moet je kijken. Ronaldinho. Lekker. Heerlijk Barcelona shirtje. Nooit verwacht dat ik ooit nog een Barcelona shirt aan zou hebben. Maar deze hebben we speciaal voor deze Fatal aflevering gekocht. En wat we niet hebben gekocht, wat we niet hebben gekregen qua geld, zijn de advertentieinkomsten van de vorige video. Want Pepsi had mijn video gecopyright claimed. Omdat ik hun reclame had omgetoverd tot een fantastische intro. Maar ik hoop dat de Ellen YouTube show dat niet doet. Hey mensen, dankjewel voor het achterlaten van jullie stemmen. Blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet op te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan hier op dit kanaal. Ik hoop dat jullie de serie een beetje leuk vinden. Ik wel. Ik heb er weer ontzettend veel zin in. En dit is hoe ons team er nu uit gaat zien. En je denkt misschien een beetje aanvallend. Heel aanvallend. Maar Rooney, en dat dachten veel mensen bij de eerste keer dat ik hem voorstelde, verkeerd, gebruik ik ook als een defensieve speler. Dus we hebben nu Beckham, Rooney en Petit die allemaal op het middenveld kunnen. En hoe gaat het team er dan uitzien? Wat dacht je van? 4-2-2 met aanvallende backs. Geen aanvallende backs deze aflevering. Ik hoop de volgende aflevering, want we moeten nog backspelers kiezen. Dat is wat wij gaan doen. En voor de rest kan het ook prima 4-4-2. Dit is ook helemaal geen probleem. Of wat dacht je van een 4-2-3-1? Ook helemaal prima. We gaan het gewoon meemaken. Ik heb weer 2 mensen uitgenodigd vanuit mijn Discord. Link staat wederom in de Discord. Huh? Je kan joinen. Is gezellig daar. Leuke memes worden gedeeld. Veel gepraat. Veel calls ook. Dus ben je vriendloos? Zoek je vrienden. Probeer de FC Roelie Discord. En laten we dan naar de tegenstanders gaan. Dit is het eerste team. Hij heeft Cucurella. Hij heeft Reinier. Hij heeft Robben. Hij heeft Kleiber. Vidic. Goede kaart. Sola. En Drogba. En dan nog 4 zilveren spelers. Hij heeft Butland op goal. Nee. En die Kleiber zou niet eens een hele verkeerde supersub zijn. Hè? Want die kan eigenlijk overal spelen. We hebben ook een andere supersub al toegevoegd. Dat is Maradona. Die moet ik nu even op de bank zetten voordat ik dat vergeet. Hatsikade. Maradona. Vanaf de 45e minuut mogen wij wisselen. En vergeet ook niet vooral nog een wisselspeler uit te kiezen voor deze aflevering. Ja, dit niet verwacht. Nee, Jacob, geen fishmeme. Kutje. Daar gaan we. De wedstrijd tegen VR Cool. Ik heb de blauwe lijnen ingesteld. Sorry daarvoor. Geef me echt... Maar we hebben het nodig, want onze tegenstanders die raken er afgeleid van. Wat ik ook nodig heb is een knipbeurtje. Ik weet het. Er hoeven geen reacties over te komen. En dan gaan we. Biemen de bammen de boom. Eerste wedstrijd. We hadden vorig seizoen ook tegen VR Cool gespeeld op FIFA. Met Vetel. Dit is buitenspel. Toen had ik gewonnen, maar ik weet niet hoeveel het werd. Dus misschien is het wel een hele goede tegenstander. Misschien heeft hij zichzelf wel verbeterd. Hij heeft in ieder geval een leuk team met Drogbaatje. En hij heeft besloten dat hij... Rooney laat scoren nu. Bah! Dat is hij, het eerste doelpunt van Wayne Rooney! Wayne Rooney! Die runs die hij maakt in de 16, die zijn fantastisch. En ik ga nu gewoon tegen deze tegenstanders met wat betere teams ook. Met gouden spelers en objective spelers en noem het allemaal op. Proberen met iedereen wat meer te scoren. Niet alles op Ronaldinho te forceren. Gewoon die doelpuntjes voor lief nemen. Gaat hij. Sola. Gaat hij terug? Tuurlijk gaat hij terug. Oeh, Sint-Juste. Jeremiah. Ik hoef jou toch helemaal niet te vervangen. Het liefst speel ik gewoon met Jeremiah. Rooney. Op suiker. En schiet. En daar... Niet het eerste doelpunt! Op de paal! Wat? Oh, nee. Dit is mijn vriend Reinier. Goeie switch. Sola. Oh, dit is een penalty, hè? Hoezo is dit geen penalty? Ik drukte op tackelen. Ik wist op het moment dat ik op tackelen drukte al van... Oké, dit gaat fout. Had ik niet moeten doen. En ik haal hem ook neer. Maar het is geen penalty. Oeh, Neuer. Wat? Neuer, wat doe je? Ja, dit was te lezen. Dit was te lezen. Ronaldinho, toch maar terug op zoeker. Toch maar erin. Koppen is kapot. Je kan gewoon niet eens normaal recht vooruit koppen. Dat is toch raar? Ik vind dit heel apart allemaal. Rooney zit ertussen. Rooney heeft hem. Ronaldinho. Ronaldinho. Sleepy. En schieten. En daar is hij. Het doelpunt. Zilveren keeper goal. Butland is niet meer wat het geweest is. Gewoon schieten met Ronaldinho. De 2-0. Spannend potje. Weinig doelpunten. Maar je weet wat ze zeggen. In de tweede helft gaat het los. Oh. Oh. Nee. Ja, wel. Haha. Zilveren spelers. Wie denk je wel niet dat je bent om dat te doen? Rooney. Ik heb een shirt van je aan. Ik doe moeite. Ik steek moeite in onze relatie. En dan doe je dit tegen mij. Ja.
En dit is gewoon weer heel slecht uitverdedigd. Dit is gewoon heel slecht uitverdedigd. Dit is even een tweede doelpuntje van Ronaldinho. Ik zie ook best wel vaak de comment van mensen die zeggen, ja, maar deze tegenstander was ook wel heel slecht. En dat vind ik dan echt disrespect van jullie naar die tegenstander. En het klopt misschien wel zo. Maar ik denk dat jullie in die hypothese één belangrijk feit vergeten. Namelijk dat ik tering goed ben. Dat vergeten jullie eventjes. Maar ik ben gewoon een elite 2, elite 1 misschien wel speler. En niet iedereen is dat. En ik bepaal niet wie de tegenstanders zijn. En ik moet ook wel eens tegen mensen die wel gewoon elite 3 halen. En die verneder ik dan omdat ze zilveren spelers hebben. Het is 3-0 bij rust. Oh, hij gaat wisselen. Oh ja, we mogen... Ik denk even een slokje van mijn thee nemen. We mogen voor het eerst wisselen. Maradona, die gaat erin komen. Hatsa. Ja, dat gaan we doen. We mogen dus elke keer vanaf de 45e minuut wisselen. Hij heeft Rivaldo erin gebracht. Oké, nou. Oh, super. Oh, Vidic. Nee, Vidic. Weer Bexy. Kleiber. Oh mijn god. Wees sneller. Wel slimmer. Butland heeft hem. God non nu. Oh, daar gaat Robben. Die gaat terug. Oh, Robben scoort. Twee ballenrondjes en hij is een linker. Ja, dat is een prima doelpuntje. Er is niks op aan te merken. Je weet dat hij het gaat doen, maar je kan niet stoppen. Het is heel realistisch. Maradona. Speedboost. Heeft hem nog. Sleepy. En schiet. En bam, daar is hij. Hatsa! Was dat zijn derde? Dat was de derde, toch? Of niet? Volgens mij is dat de hat-trick van Ronaldinho. Dat is heel positief. Kom op. Bex. Beckham! David! Daar is hij! Bandit like Beckham, kom op! Daarom wil ik hem! Ik weet niet hoe die andere teams eruit zien van Vettel, maar ik heb elke keer bewust gekozen voor gewoon leuke spelers. Spelers die ik graag wilde gebruiken. Ik maak veel meer kans om zo'n toernooi te winnen als je Mbappé en Neymar doet. Maar dat is toch helemaal niet leuk, joh, als je dat doet. Dat is toch helemaal niet leuk. Wayne Rooney. Hij heeft hem nog steeds. Hij heeft hem nog steeds. Hij kan gewoon niet van de bal afgezet worden. Dat maakt niet uit. Probeer het dan ook niet. Ronaldinho met de druk. Ronaldinho. Speedboost. Rainbow. En Rooney neemt hem over en die scoort hem. Oh, team goal. Oh mijn god. En hij beweegt zijn keeper. Ja, dat vind ik ook helemaal prima als jij denkt dat ik hem ga finessen in de verre hoek. Vanaf de aftrap, jongen. Dat kan gewoon doorgespoeld worden. Het is een afslachting. Het is een complete afslachting. Het is echt een complete afslachting. En misschien zelfs nog niet eens klaar. Als we nog eventjes een speedboostje eruit gooien. Ja hoor, daar gaan we weer. Ronaldinho, het is nog niet klaar. Hij finest hem van ver buiten de 16. Want ook dat vindt hij helemaal geen probleem. 9-1, hallo. Poeh, hoeveel doelpunten? 7? 6 doelpunten van Ronaldinho. 3 doelpunten van andere spelers. 1 doelpunt tegen. Dat betekent dat wij dit bedrag krijgen na de eerste wedstrijd. En dit is het team van Robin van Persie. Een mod van mij. En holy shit, wat een team. Ronaldinho, Maradona, Puskas, Alaba, Davies, Team of the Year. Ook een hele goede super sub. Davies, die heb ik al. Dan hoef ik hem niet te kopen. Wat Mankituka en Eusebio heeft hij ook. Oi, oi, oi. Let's go. Daar gaan we. Battle van de Ronaldinho's. Zijn Ronaldinho tegen mijn Ronaldinho. Hij heeft ook Maradona. Hij heeft wel geluk, denk ik, als dat een Icon Packie is of wat dan ook. Ronaldinho. Oh, en hij verwachtte het. Die Davies jongen op centerback, dat is illegaal. Die is goed, dat weet ik. Ronaldinho. Oh. Wayne fucking Rooney. Where you are. There you are. Oh, met een bikey. Broer. Ik kom er niet uit. Oh, en dit is een doelpunt. Zo, Ronaldinho scoort. Nee. Mooi doelpunt van Robin. Zo, die viel even goed. En toen wist ik dat hij die directback deed. Of ging doen. Die directback ging doen. En toen kon ik hem niet meer stoppen. Waman, Kituka, balrol. Sleepy. Nee, Puskas. Die glitch er doorheen. Sint Juste. Ja, Puskas nog steeds. Hallo zeg, wat een glitch. Wat is dit, boys? Jullie laten hem in de steek. Zo. Oh mijn god, hij mist hem. Zo, dat was hier heel goed er doorheen met die balrotouch. Ik krijg weer die vlek in mijn gezicht, omdat ik dan gespannen ben en er een licht op me staat. Zo, Robin die speelt goed, man. Ik weet ook dat het een goede speler is. En dit zei ik dus. Je hebt af en toe gewoon een goede speler ertussen zitten. We hebben geen schoot op goal. Ik denk dat wij lange bal gaan hanteren. En dan ook Rooney erin zetten voor Maradona. En Maradona dan in de spits met Ronnie. En Bex, de plek van Rooney. Ook dat gaan we doen. En ik ga even full focussen, jongens.
Oh nee, hij krijgt hem mee en gaat hij scoren. Nee, Ole Neuer heeft hem. Bex. Jongen, die Davies. Die maakt me gek in mijn kop. En daar is hij. Bam! Uit het niks. Een soort raar boogballetje. Boom! Ronaldinho. Kom op. Let's go. Oh mijn god. Boom. Yes! Kom op! Ronaldinho! Boom! Let's go. We kregen hem mee met geluk. We deden die balrol sleep. En toen bij die balrol sleep sluitte hij net ook door. Dus dat kunnen lopen. Dat is een goede sliding van hem. En daarna hebben we een beetje geluk dat we hem meekrijgen. Of ja, zijn speler lag natuurlijk wel op de grond. En boom. Oh, hij bewoog zijn keeper op het laatst. Oh, weer een hele goede kans. Oh, daar gaat hij. Puskas tegen Sint-Justen. Tegen de Saint. Keeper. Neuer heeft hem. Let's go. Fok je. Ik had geen keeper movement nodig, gelukkig. Want Neuer redt hem uit zichzelf. Jeremiah er doorheen. Door de benen. Wat een animatie. Bruno. Hij gaat hem nemen in één keer. Neuer. Wat een redding. Oh, mijn god. Wat doe ik? Dit is wel buitenspel. Ik weet ook niet wat ik doe. Want hij heeft die druk aan. Dus dan kan ik die bal niet kwijt. Oh mijn god, mijn speler. Ze paas ineens ook niet meer naar de plek waar ik naartoe paas. Oh, ik ga hem terugleggen. Ja, oh. Ik kan die bal gewoon niet kwijt. Ik kan die bal niet kwijt. Maar dit is... Ik weet het niet. Ik zweer je. Ik druk 3 keer op een paas waar hij niet naartoe gaat. Dan gaat hij langs iedereen en dan... Hij heeft die druk opgevoerd. En dan lopen je spelers of zo ineens niks te doen. Dit is echt bizar. Dit heb ik niet heel vaak dat ik dit zo doe. Maar ik... bij die paas... Ik heb er niet eens meer zin in nu. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik krijg kortsluiting nu. Ja, ik... Ik mik naar boven. Ik zweer je. Ik mik naar boven. En dat gaat nu fout. Oh, en hij mist. Oh mijn god, hoe kan dit? Ik zweer op alles dat ik elke keer... het is ongekend. Dit was buiten tijd. Ik mocht dit potje denk ik niet... Robin is een fantastische speler en uiteindelijk heb ik het zelf helemaal opgefokt. Maar ik zweer je... Bij dat ene laatste doelpunt en daarna was ik het kwijt. Ik had het gewoon... Daarna wist ik het niet meer. Ik paas hierheen met Beckham. En hij selecteert Sint-Justen. En dan gaat hij vervolgens wel daadwerkelijk op zoeker. Want daar drukte ik op. Ik drukte al op pasen omdat ik dacht, dan kan ik hem doorspelen op Rooney. En die mist hij. En daar staat hij ineens voor open goal. Ik moet nog steeds even bijkomen van het potje. Maar ik heb wel 2 hele goede opties gevonden waar jullie uit mogen kiezen. Namelijk FUT Future Star Ruben Dias en Inform Joao Cancelo. 86 Inform Joao Cancelo. Hele goede steady verdediging waar je best wel wat mee kan spelen. Omdat ze ook die hyperlink hebben. Dat is optie 1. Maar optie 2 mag er ook zeker wel zijn. Ferland Mendy, normale kaart. Helemaal prima. Niks mis mee. En dan second Inform Ben Yedder. Voor wat salsa voorin. Heeft niet heel veel stamina, maar die zou dan eventueel kunnen wisselen voor Maradona in de tweede helft. Verdediging of een aanvaller. Jullie mogen bepalen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik check jullie later. Joejoe.